Nederland kent een aantal ontvoeringen die ons weken, al dan niet maanden lang in de ban hebben gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de ontvoering van Van der Valk, die wekenlang vastgeketend in een tentje heeft gelegen. In deze video nemen wij je mee in de zeven meest opmerkelijke ontvoeringen van ons land. 1. Freddy Heineken. De meest beruchte ontvoering in Nederland is die van Freddy Heineken. Van je raadt het al: het bierbedrijf Heineken. Samen met zijn chauffeur Abdoderer werd hij op 9 november 1983 ontvoerd en vastgehouden in een loods in Amsterdam. De ontvoerders eisten 35 miljoen gulden losgeld. Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij, en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen. In de nacht van 28 op 29 november werd het losgeld overgeladen. Twee dagen later werden Heineken en Doderer pas gevonden. Op het moment dat het losgeld werd overgeladen... maakte de politie gebruik van een helikopter met nachtzicht... om ontvoerders Willem Holleder, Cor van Hout, Frans Meijer... en Jan Boelaert in het vizier te krijgen. Helaas faalde de peperdure nachtzichtapparatuur... waardoor de ontvoerders er met de miljoenen vandoor konden gaan. De Heineken-ontvoering heeft geleid tot veel media-aandacht... In 2011 werd de Nederlandse film De Heineken-ontvoering uitgebracht, die gebaseerd is op de gebeurtenissen rond de ontvoering. 2. Gerrit Jan Heijn. Op 9 september 1987 werd Gerrit Jan Heijn, destijds topman van Ahold, ontvoerd bij zijn villa in Bloemendaal. Gerrit Jan Heijn, de tweede man van het Ahold-concern, sinds eergisteren spoorloos is verdwenen. Is de ontvoerder was Ferdi Elsas, die na een paar uur Heijn al had doodgeschoten. In eerste instantie wilde Elsos de topman gevangen houden, maar vond het bijna de inzien een onuitvoerbaar plan. Hij kon Hein niet de hele dag bewaken. Ondanks dit feit hield Elsos nog lang de schijn op dat hij nog in leven zou zijn. De zaak hield Nederland gedurende zeven maanden in zijn greep. Op 6 april 1988 werd Verdi Elsos aangehouden, waarna het stoffelijk overschot van Hein werd gevonden. De ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn waren een geruchtmakende zaak en veroorzaakten veel ophef in Nederland. De politie dacht dat de ontvoering was uitgevoerd door een georganiseerde criminele bende. In 1988 veroordeelden de rechters Elsas tot de gevangenisstraf van 20 jaar met TBS. Maar in 2001 komt Elsas wegens goed gedrag vervroegd vrij. Voordat we verder gaan naar de ontvoering van Van der Valk wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van alle video's die wekelijks worden geüpload. Oké, okay, snel door naar de derde ontvoering in deze video. Toos van der Valk. Toos van der Valk, de vrouw van de bekende horeca-ondernemer Gerrit van der Valk, werd op 26 november 1982 ontvoerd uit haar woning in het Brabantse dorp Nuland. De ontvoerders waren op zoek naar Gerrit van der Valk. Toen Toos vertelde dat hij niet thuis was, besloten de ontvoerders haar mee te nemen. Drie Italiaanse mannen hielden haar vast in een appartement in Brussel. Toos moest dag en nacht vastgeketend in een tentje liggen. De 51-jarige mevrouw van der Valk is inmiddels bijna vier dagen spoorloos. Er werd 14 miljoen gulden losgeld geëist voor haar vrijlating. De eerste overdracht hiervan mislukte, maar de tweede keer slaagt. Uiteindelijk wordt Toos van der Valk na drie weken op 17 december vrijgelaten. Toos van der Valk was de eerste bekende vrouw die ontvoerd werd in Nederland en vertelt haar verhaal aan Elle van Rijn, die er een aangrijpend boek over heeft geschreven. 4. Maup Caranza De ontvoering van Maup Caranza op 28 oktober 1977 was de eerste ontvoering van een bekend persoon in Nederland en vormde een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. De ontvoering werd uitgevoerd door onbekende mannen met als enige motief het losgeld. Caranza was destijds een van de belangrijkste financiers van voetbalclub Ajax en was bekend in de Nederlandse zakenwereld. Na vijf dagen gevangenschap werd hij vrijgelaten na betaling van 10 miljoen gulden. De ontvoering van Caranza is later van invloed geweest op andere ontvoeringszaken, zoals de beroemde Heineken-ontvoering die ik net benoemde. Caranza verdween na de ontvoering grotendeels uit het zicht van de media en leidde een teruggetrokken leven. Hij stierf in 2009 op 93-jarige leeftijd. De ontvoering van Karanza heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse strafrecht en de bestrijding van ontvoeringen en afpersingen. 5. Arjan Erkel Arjan Erkel is een voormalig medewerker van Artsen zonder grenzen die in augustus 2002 werd ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Hij zat 607 dagen vast in een donker hok van 1,5 bij 2 meter tussen de insecten en de muizen. Maandenlang zag hij geen gezichten en werd hij bewaakt door zwaar bewapende, gemaskerde mannen. Erkel werd uiteindelijk vrijgelaten op 11 april 2004, nadat er 1 miljoen euro aan losgeld was betaald. Sinds zijn vrijlating heeft Erkel zich ingezet voor verschillende goede doelen en heeft hij diverse boeken geschreven. Erkel heeft ook openlijk gesproken over de mentale en emotionele gevolgen van zijn ontvoering. Hij heeft gezegd dat de ervaring hem sterker heeft gemaakt, maar dat hij ook heeft geleerd om troost te zoeken bij anderen als hij het moeilijk heeft. 6. Dirk Bolt Dirk Bolt is een Nederlandse programmamaker en presentator van het televisieprogramma Spoorloos. In juni 2017 werd Bolt samen met zijn cameraman Vollender ontvoerd door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN, tijdens een opnamesessie in het noordoosten van Colombia. Na een week werden ze vrijgelaten na bemiddeling van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Bolt noemt de ontvoering een levensles. Het was een stevige reset. Een kink in mijn optimistische kabel. Ik dacht dat ik altijd geluk had, dat blijkt niet zo te zijn, zegt Bolt in het AD. Dan zijn we aangekomen bij de laatste ontvoering van deze video op nummer 7. Claudia Melgers. Op 12 september 2005 werd Claudia Melgers, dochter van de vermogende Nederlandse industrieel Hans Melgers, ontvoerd vanuit haar woning in Amsterdam. Dit gebeurde onder het oog van haar twee jonge kinderen en een kennis. De drie kidnappers hielden haar vast in een vakantiehuisje en eisten 300 kilo cocaïne als losgeld. Melgers maakte tijdens de ontvoering de afspraak om in plaats daarvan 5 miljoen euro te betalen. Drie dagen later kwam ze vrij. Losgeld werd nooit betaald. In 2008 zijn de twee hoofdverdachten van de ontvoering veroordeeld tot acht jaar cel. De ontvoering van Claudia Melgers was een spraakmakende zaak in Nederland. vanwege de vermogende achtergrond van de familie en de heftige aard van de ontvoering. De zaak heeft geleid tot verhoogde veiligheidsmaatregelen voor prominente personen in Nederland. zoals de beveiliging van hun woningen en de introductie van mobiele beveiligingsteams. Dit was hem dan. Bedankt voor het kijken van de video en geef een like als je de video leuk vond. Tot de volgende keer.